In per seconde wijzer mogen Gustaaf van Leemput en Daniel Wils de tweede ronde spelen bij Herman van Mollen. Deze heren moeten dus 9-6 van de 9 vragen correct beantwoorden om door te stoten naar de volgende ronde. Fit, slank en gezond met Montignac en Standaard Boekhandel. Sekondewijzer, aflevering nummer 10. Welgekomen op deze jubileumaflevering. Enfin, 10 is nog weinig natuurlijk. Nog veel te gaan, hoop ik toch. En ook veel te gaan, hoop ik voor jou, Gustaaf van Leemput. Schilder, vorige week schitterend gespeeld, dus moet je hier terugkomen. Als het reglement, wie één keer er goed doorkomt, moet terugkomen. En straks kan hij kiezen of hij al dan niet terugkomt. Hè. Heb je als schilder geen problemen met de kwalijke producten die soms in de verf zitten? Ja, eigenlijk wel, ja, maar dat ligt veel aan jezelf. Daar kan je veel zelf aan doen. Hoezo? Als u zich beschermt met een masker wanneer dat nodig is. U draagt handschoenen wanneer dat het nodig is. U werkt niet met dissolventen. Zonder, u draagt handschoenen als u met dissolventen werkt. Oké. Heeft ook een zeer kleurrijke das aan, moet ik zeggen. Dank u. Een prachtig schilderwerk. Maar je onderwerp is wel degelijk deze eeuw. Hij komt voor de tweede keer terug, Gustaaf. 9 vragen, zoals vorige week, maar deze keer moet je er 6 goed hebben van de 9. 200 seconden. Je had vorige keer, na serie goed gespeeld, 4 jokers. Je krijgt er 1 bij, als cadeau, omdat je terugkomt. En dan heb je vandaag 1000 frank per goed antwoord. Er stond al op de rekening 17.000. Oké. Zullen we spelen? Oké. Jazeker. Vraag 1. Wie begin september door de straten van Tervuren wandelt, kan er Pie en Wanne en hun zoontje Zommeke tegen het lijf lopen. Pie herken je aan zijn fluwelen pet, Wanne draagt een enorme mand met groenten en fruit en Zommeke is een verkleinde uitgave van zijn vader. Pie en Wanne zijn elk 3,40 meter groot. 9 stoeten, want daarover gaat het, 9 stoeten en processies in Vlaanderen. De Sint-Gumarus-processie, Kaarskusprocessie, Virgajessefeesten, de Kaasstoet, Boetprocessie, Krakelingenworp, Kattenstoet, Hanswijkprocessie en de Praalstoet van de Gouden Boom. Kom je soms...